Nou ja, ik denk in het begin van de wedstrijd en vlak na rust waren we iets te slap. En dan, dan sta je eigenlijk zo met 3-0 achter. Dus dat is, dat mag niet gebeuren. De laatste week ging het vooral over het goede gevoel van Utrecht en AZ. Hoe kan het dan nu in één keer zo gaan? Nou ja, je wil gewoon weer, of tenminste we hadden ons weer goed voorbereid. Je wil natuurlijk elke week dat zo laten zien. Vandaag om een of andere reden ging dat niet zo. Dan alsnog kwamen we na die 3-1 op zich weer goed in de wedstrijd. En het is ook niet zo dat we de gehele wedstrijd niet goed hebben gespeeld. Ik vond ook wel voor rust dat we veel via de zijkanten doorkwamen, maar dan was er geen bezetting voor de goal. Dus ja, heel cliché, maar weer de goede dingen eruit halen en weer op naar volgende week. We moeten altijd gewoon van onszelf uitgaan en onze punten pakken. En dan denk ik dat wij een selectie hebben die erin kan blijven. De komende weken vrij lastige uitwedstrijden. Hoe gaan jullie daar naartoe? Nou ja, hopelijk weer het gevoel krijgen van AZ en Utrecht. Dus daar gaan we deze week weer aan werken. Optimaal voorbereiden en zo goed mogelijk daarheen. Top, dankjewel.